Hoi, mijn naam is Jeroen en ik ben verhuisd! Althans, wij zijn verhuisd. Jesse en ik hebben onze spullen gepakt en zijn naar een nieuw huis gegaan. En dat is het huis waar ik nu in zit. Toen we samen gingen wonen kwamen we eigenlijk allebei van een plek af waar we ons echt niet goed voelden. Dus het vorige huis was in principe soort van het eerste beste wat we toen de tijd konden krijgen. En daar mogen we absoluut niet over zeiken, want het was echt een meer dan prima huis. Alleen zijn we de locatie en de grootte van het huis gewoon heel snel ontgroeid. En nu zijn we hier. In het nieuwe huis. En in deze video ga je het hysterische proces zien van de verhuizing. Veel plezier met kijken. Het is vandaag 3 juli. Oh my god. Het is vandaag vrijdag 3 juli. Het is 12:30. Over een half uurtje gaan Jesse en ik iets heel belangrijks doen. Welkom. Nee, wacht. Je cue is er nog niet. Oh. Over een half uurtje gaat Jesse en ik iets heel bijzonders doen. Het heeft letterlijk maandag, dit heeft zoveel tijd gekost, maar het is eindelijk gelukt. Over een half uurtje gaan Jesse en ik de sleutels ophalen van ons nieuwe huis. Ja, leuk. En ik ben nog steeds kaal. Op naar het nieuwe huis. Goedemorgen. Oh, wow. Ah. Oh ja, shit, ik ben natuurlijk nog steeds kaal. Ik heb een soort déjà vu. Déjà vu, man. Déjà vu. Omdat we hier een jaar geleden ook stonden. Precies hetzelfde verhaal. En het jaar ervoor ook. Wij waren om 6 uur al op, hè. Om 8 uur stonden wij start klaar. Maar je was nog niet wakker. Maar je lag nog steeds te slapen. Hallo. Ik ga stuk. Erg, hè. Weg. Ja, wil je iets uitzoeken? Wat, hè? Ik denk dat er wel mensen zijn die dat gratis opkomen halen. Dat is gewoon zonde. Ja. Helemaal boos gelijk. Maar klopt het dat je zeg maar moet sorteren bij zo'n afvalding? Ja. Dus alles wat in deze doos zit moeten we allemaal gaan uitzoeken en per ding weggooien? Nee hoor. Dat gaat allemaal naar de, hoe noem je dat? In de pers. Ik vind het wel meevallen. Nee, je moet even zeggen, ja, dit kan echt niet. Ja, dit kan echt niet. Wat zit je nou moeilijk te doen? Hou ik echt verstoppen? Ik ga stuk! Volgende! Oké, meisje, daar gaan we. Hallo. Hi. Daar zijn we met alle spullen. Mooie. Mooie. 50 euro. Vroeger wat veel verkopen. Hoe handig is dit? Vandaag is de dag dat we officieel gaan verhuizen. Ik heb niet geweldig geslapen. En ik ben nog steeds kaal. En ik moet zeggen dat ik daar nog steeds iedere keer heel erg van schrik als ik de camera aankijk. Er ligt nu echt enorm veel zooi in het huis. En dat zijn eigenlijk al onze spullen behalve de meubels. En vandaag komt er gelukkig een verhuisteam helpen met alle grote meubels overbrengen. Want dat zouden wij zelf gewoon niet hebben gekund. Dus die komen voor de bank en voor de bedden en voor de kasten. Dus dat is super chill. Het hele huis ligt vol met zooi. De badkamer, we hebben kastjes en mandjes en plantjes en plankjes en ik ben zo blij met deze badkamer, want sinds jaren heb ik eindelijk een bad. En de hele keuken ligt helemaal vol met zooi en spullen en dozen. Laat die verhuizers maar komen. Hey, wat goed kan jij dat? Kijk je bol nu! Hey man. Hey pap, waarom heb ik dat nou al zo vaak in mijn leven gehoord? Wat voor lui verwend nest ben.
dat iemand tegen mij zegt, je hebt werk en je hebt sierpaarden. Ja. Toevallig ben ik een flink werkpaard. Ja, precies, paard. Hij is het werkpaard. Goedemorgen, ik spreek met Jeroen van Holland. Hallo. Ik heb even een vraagje. Wij zijn aan het verhuizen op dit moment. De bank wordt net weggetrokken van de muur. En er zat echt een gigantische vlek met schimmel en waterschade op de muur waar de bank altijd achter heeft gestaan. Okay. Dus de verwarming is waarschijnlijk gaan lekken of zo. Dus ik wil jou even bellen en vragen wat nu het handigste is om nu te doen. Dan moet ik dat maandag denk ik even oppakken. Als jij misschien nog wat foto's kan toesturen. En dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Oké. Okay. Ja, dan ga ik eventjes achteraan maandag en dan hoor je nog van mij. Is helemaal goed. Oké, super. Dankjewel. Dankjewel, fijn weekend. Succes hè. Ja joh. Doei. 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 Zo heftig. Oh. Kijk, je ziet dat het daar hier vandaan komt. Je ziet dat het hier is gaan lekken. Maar je ziet het daar uitkomen. Dus je kunt letterlijk niet zeggen. De hele plint is ook helemaal. Maar die hele plint is gewoon verrot ook. Oh, die hele plint achter de muur is helemaal los. Ja. Echt zo? Dit zijn de verhuizers. Ze hebben de bank al helemaal zo goed als weg. Toen kwamen we daar achter de schokken dood van. Los van een paar vlekken op de muur die ik moet fixen en een kast die ik weg doe, is alles weer helemaal leeg. We zijn weer een paar dagen verder en het huis is nu zo goed als leeg. Hallo! 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 Er zijn nog een aantal dingen die we moeten doen, maar er is één dingetje waar ik een beetje tegenop kijk. Ik sta nu namelijk in de kamer van Jessie en zoals je achter mij kunt zien, heeft zij haar hele wand volgehangen met allemaal kleine vierkante spiegels. En als je nog niet begrijpt wat het probleem is, al die spiegels moeten er dus af. En die spiegels zitten zodanig goed vast dat als je ze eraf probeert te trekken, ze breken. Ik zal je even een voorbeeldje geven. Oh! Ik kan wel al die hele gaan zitten verzamelen, maar dan straks gaat ze weer op een muur ergens ophangen. Dus kan ze beter maar gewoon weggooien. Jessie is nu aan het verven. We hebben alle gaten zijn dicht. We zijn een aantal muren in de gang geverfd. En nu is Jessie met de woonkamer bezig. Misschien komt een van de grootste obstakels nu nog wel. Wij zijn eigenlijk allebei niet zo van het tuinieren. En toen we dit huis kregen, toen was de tuin helemaal clean. En was een mooi stukje gras gemaaid. En alles was opgeruimd. En toen kwamen wij. Ik weet ook al waarom die zwarte vlek in de gang er zat. Ik gebruik deodorant en een aansteker om vliegen en muggen en fruitvliegen te vermoorden. Dus dat heb ik ook gewoon in de... Daar komen waarschijnlijk al die plekken van. Ik zal jullie de timelapse besparen, maar dit is de before van onze horrortuin. Dit is hoe onze oude tuin er nu uitziet. Overal staat onkruid en het ziet er niet uit. En jullie gaan nu de after zien. Tada! Ik zit wel een beetje stoer te doen, maar we zijn ondertussen een week verder. Maar de tuin is af. Je ziet hier echt goed uit. Ja. Ja. Ik voel me niet goed. Hey, ik heb een nieuw huis. Hey, ik heb een nieuw huis. Kom kijken. Bij binnenkomst zie je al eerst onze prachtige mooie witte trap gemaakt van hetzelfde porselein met een Melle en Jessie om ons zit. Eerst kom je binnenlopen in onze woonkeuken. Wow. Dit is onze woonkeuken met onze net nieuwe eettafel en onze nieuwe eetstoelen. Onze handgemaakte lamp van de IKEA. Het is echt zo. Het is van de IKEA, maar is handgemaakt. Dit is onze nieuwe schuifbuik. Mooi hè? Dit is onze keuken. We hebben eindelijk een grote keuken. Ja, met een beetje teringzooi, maar dat moet je eigenlijk niet filmen. Met ons 6 pits gasfornuis, dus jullie mogen hier allemaal komen eten en koken in de zomer. Dan doen we de schuifpui open, dan kunnen we samen gezellig koken. Dus laat in de reactie weten of je samen met mij wil koken, lijkt me leuk. Nee, ik heb hier een oplossing voor. Tada!
Dit is een soort van onze hangmat. Hier chillen we in als we net hebben gekookt. En lekker aan het uitbuiken zijn. Dan kunnen we hier in chillen. Wat doet ze voor? Laten we naar boven gaan. We komen aan bij de trap. Hier lopen we naar boven en gaan we naar de woonkamer. De badkamer. We hebben eindelijk een bad waar we ook daadwerkelijk al onze badfonds in kunnen gaan gebruiken. We hebben een wc. Leuk hè? Dit is onze woonkamer. Dit is echt nog niet af, voor mijn gevoel in ieder geval. We hebben daar echt nog dingen in opgehangen. Er staat één random kastje daar. Het enige wat we hier verder hebben staan is deze prachtige bank. Heel leuk boekenkastje hier, waar we eindelijk ook al onze cd's en platen en boeken in kwijt kunnen. Ons tv-meubel, net nieuw. Ik vind dit oprecht een van de mooiste dingen aan het huis. Zo fijn. Lukkig. Ja, en dan hebben we nog boven. Deze trap gaat naar onze slaapkamer. Zo'n bende boven. Ik kan niet eens lopen boven. Dit is ons nieuwe huis. En ik ben er echt fucking blij mee. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo is, zou je me heel erg blij maken met een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!